Toen hebben ze een echt een, een vochtstrategie voor hem verzonnen. En ze hebben eerst uitgebreid getest. Toen kwamen ze achter dat hij ongeveer 3,5 liter per uur zweette. Oké. Okay. Nou, probeer daar maar eens tegenop te drinken. Dat natuurlijk. kan helemaal niet. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hoeveel moet je drinken tijdens een race. Goed drinken is het advies dat elke sporter meekrijgt, vooral als het warm is. Maar hoeveel is dit dan? Is het slim om bij elke drankpost onderweg voor de zekerheid een bekertje te pakken? En wat als mijn bidon leeg is, word ik dan langzamer? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jij, Jurgen. Gerrit. Goedemorgen. Morgen. Zijn we weer. Voor een, nou, laten we maar zeggen, klassieke aflevering. Artikel van Jurgen. Wetenschap. Kijken bij de topsport. En uiteindelijk op zoek naar tips. Voor mij als amateur ja. en andere amateurs. In dit geval specifiek over uh, drinken tijdens de race. Dat is belangrijk hè. Belangrijk ja. context. Onderweg. Heb je artikel over geschreven? Heb je onderzoek verzameld? Ja, dus rondom de Olympische Spelen heb ik wat uh, stukken geschreven. Ja. Vond ik. Uh, nou, ik werd een beetje gek van al die mensen. Oeh, het wordt warm. Er worden warmste spelen. Tokyo, spelen hè? Ooit ja, in ja, Tokio. Het was warm. Zeker. En misschien uh, wel de warmste ooit. Is natuurlijk. Ja, ergens is het heel raar om de Olympische Spelen op een tijdstip te gaan houden. Normaal zijn ze ook later in het jaar volgens mij. Uh, in, een, in, een, in, een, in een stad of in een, in een land waar het. Uh, 33 graden is ontzettend vochtig, dan denk je ja. Daar zitten dus hele andere, uh, ja, uh, invloeden achter bij zo'n keus. Dat is niet echt alleen maar een sportieve invloed, Dat nee. mogen duidelijk zijn. Ja, en ik, uh, oh ja, ik las uh, ergens nog terug dat uh, Tokio had zich verkocht ook oh, bij het, uh, het BID wat ze dan doen hè, bij de IOC als zijnde ja, en die periode is juist. Perfect in, in Tokio om dan te sporten of voor de sporters. Want met deze en deze temperatuur, luchtvochtigheid. Dat is echt veel lagere dingen opgegeven. Ah. Dus zo'n beetje van, ja, nee, we zijn perfect op dat moment. Ja, dat is natuurlijk. Het is niet geselecteerd als de heetste ooit. En dan las je natuurlijk allemaal stukken van de klimaatkamer en de koelvesten, et Ik denk dat al die atleten wel behoorlijk goed voorbereid waren. Maar ja, ik, ik dacht van oké. Okay. Uh, en uh, het eerste wat je dan altijd leest is goed drinken, het moet goed gedronken ja. worden. Ja. En uh, daar ben ik een beetje op ingezoomd uh, en gekeken. Hoe zit het nou ook alweer helemaal precies? Ja, en, en we uh, hebben het uh, vaker over dit onderwerp gehad. Ja. Uh, onderwerp 8. Uh, wat stop je in je sportdrank? Ja. Dat ging meer over de uh, Energie. energiekant van uh, drinken. We gaan het nu echt hebben over hoeveel ja. moet je nou innemen tijdens een race? Wat voor soort race? Ja. Wat is het risico als je te weinig drinkt? Wat gebeurt er misschien als je te veel drinkt? We gaan naar de wetenschap kijken. We kijken naar Tokio. En we gaan straks we zoomen met Vroemen... Om even te luisteren hoe hij met zijn atleten en vocht omgaat. Je kan bijvoorbeeld een zweetanalyse ja. doen. Om te kijken hoeveel vocht je nou verliest. Dat kan ook op andere manieren. Ga jij ons leren. Ik wil even aftrappen nog met een leuke uh, luisteraarsinteractie. Wij kregen een mail van uh, Ed Blok eind juni alweer. Maar ja, we hadden natuurlijk even de zomer en zo. Um, en die zijn vraag was, ik ben misselijk op de fiets. Bij lange ritten, vier uur plus, word ik na vier uur, vier en een half uur misselijk. En dan moet ik daarna nog een uur of drie. Het, het doet echt hele lange ja. ritten. Ik heb het gevoel dat mijn maag niet meer leegt en mijn darmen krijgt het gevoel van een waterbuik. En ja. daarom dacht ik, nou, past ja. een beetje bij deze ja. aflevering. Ik begin met een ontbijt van vier witte boterhammen, met jam, kaas, kipfleet, pindakaas en vier kopjes espresso. En dan vertrek ik voor in mijn twee bidonnen, twee scheppen powerbarboeder en Poeder nee. in een 57-milliliter bedon. Ik tel dus anderhalf liter eh, drank, heeft hij bij zich. Rijp hem na, peperkoek, shelletjes. Meestal kom ik niet eens toe aan die repen en shelletjes, omdat ik dan al een waterbuik heb en misselijk ben. Nou, dat hebben wij natuurlijk ook intern even doorgestuurd naar Guido, naar jou. En dan kwam een mail terug van uh, Guido, vrij snel eigenlijk. Die zegt: uh, ja, hij moet tellen hoeveel, hoeveel gram koolhydraten hij inneemt. Nou, en daarmee hoort dit dus niet meer bij nee. deze aflevering. Want het gaat niet over vocht. Uh, maar veel meer over waar we het in aflevering 8 over hadden. Ja, 60 in... tot 90 uh, gram Precies. per uur. Hè, is de... Aflevering 25, ja. uh, Ed, hebben het ook gehad. Over wat moet je doen met je energiebalans bij lange inspanningen. Maar, waarom ik deze toch een beetje vond passen hier. In zijn laatste zin schrijft Guido. Mogelijk neemt hij te veel koolhydraten in en te weinig vocht. Vier espresso bij het ontbijt is niet heel veel vocht. Ja. Dus, kortom, dan zie je maar weer. Uh, we hebben het vandaag over drinken. Heeft ook te maken met energie, maar ook met vocht. En die dingen hangen ook ja. met elkaar samen. Dat is natuurlijk, ja, de wetenschap ziet dit als twee hele verschillende punten. Je hebt de energieaanvoer middels de koolhydraten. Nou, hoe regel je dat als atleet tijdens een inspanning? En daarnaast, van, uh, hoe hou je de vochtbalans intact? En die twee worden natuurlijk eigenlijk gescheiden ook onderzocht en overgepubliceerd. Ja. Alleen de praktijk is lastig, inderdaad. Van ja, je moet allebei innemen. En ga je dat. Ik doe dat los van elkaar hè, met mijn bananen en mijn water. Ja. Maar er zijn natuurlijk uh, slimme uh, fabrikanten die gedacht hebben: hey, we combineren die twee. Ja. En in uh, de perfecte combinatie. Uh, ja, en da daar komt het dan of je nou uh, ja gelletjes neemt of juist opgelost uh, koolhydraten in welke verhouding. Dat is denk ik weer een heel praktische kant. Ja. Maar, uh, maar in het deze gaat puur alleen om de vocht. Focussen ja. op die vochtbalans, ja. als goede wetenschappers. En ik, uh, ik, kwam, er, in? ik kwam erop tijdens de renken. Ja, ah, onze race. Ik ook een paar terug. aan nadenken. Ik moest echt plassen onderweg bij het lopen. Ik, werd, en ik, ik weet al waar het aan lag. We hadden natuurlijk voor het zwemmen moet je ook plassen. Vraag als je erin springt, hè? Ja. Daar was geen tijd voor. Nee. Want wij sprongen als laatste van die boot af. Ja, ik moet en bekennen, toen ik het... Heb het, nog, het is mij nog gelukt, hoor, vlak voor de start. Okay. Ik sprong iets eerder ik de boot Ik heb af. wel tijdens gedacht van ja, maar dan kan ik niet zwemmen. En plassen is een <laughs> echt een lastige. Ja. Ik denk nou, dan hou ik hem gewoon op. En meestal verdwijnt het wel. Hè? Ik bedoel. Ja, 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 ja. Maar wat het nou precies... En natuurlijk, bij het fietsen neem je toch af en toe een slokje. Want je hebt gewoon ja. wel een, een dorst. Uh, ik heb lang niet een hele bidon op met water. Ik weet niet hoe nee. het met jou zat. Uh, ik wel. Ik had een kleine bidon. Uh, dus dat is dan 500 ja. milliliter sportdrank. En die heb ik toch zeker voor 80% oh, okay. uh, opgedronken. En heb je maar dan meer, een bewuste strategie? Ja, omdat ik vond dat het moest. En, wanneer, en dan doe je dat bij uh, vlakke stukken. Ja. Of had je van tevoren al bepaald? Ja, van, ja, ja, zeker. Ah, daar zeker. neem ik een. Uh, ja, okay. langer, die, die laatste lange rechte stuk nadat je weer het rondje opnieuw begon. Dat ja, was drinken en eten. En een eten. drinkstrategie. Ja. Jij, gaat, jij doet niet opgeleide, dus van je dorstgevoel eigenlijk. Uh, tijdens deze wedstrijd niet. Ah. Nee, heb ik gewoon ah, okay. bedacht. Ik moet tijdens ja. fietsen die bedonnen toch een eind leeg krijgen. Nou, dit is eigenlijk de, de discussie waar het om gaat. Uh, die nog steeds denk ik niet geslecht Wat? is. Kun je afgaan op je dorstgevoel oh, ja. uh, bij uh, inspanning In bij een wedstrijd? In de Engels heet dat drink to thirst. Ja. Toch? ja. Of moet je dat uh, voor zijn? Plannen. Ja. En moet je eigenlijk zeggen als, jij, uh, ja, als je dorst, echt dorst krijgt, ben je misschien al te laat. Ja. Nou, daar komen we op terug. Waar ik, bij mij ging het op zich prima. Tot ik die, uh, die waterpost tegenkwam, die boerderij bij het lopen. Ja. En dan stonden die gasten klaar met volle bekertjes met water. Ja. En die heb ik genomen. Ja, dan ben ik uh, opgevoed met het idee van je moet altijd je bordje leeg oh, drinken. Echt, ja, Drink je ja dat denk wel. Dus ik dronk hem behoorlijk op. Niet, ja, helemaal lukt niet. Daar, daar heb je stop je, je het. eigenlijk. Het is heel nee. handig. Stop je nee, op te Ik probeer je wel, loopt wel door. Uh, ja. ja, maar dan heb je het andere punt van. Ja, uh, in hoeverre kan je lopend of rennend goed drinken? Hè? Ja, niet. Dus daar komen. Dus ja, dat is al Dus ik al heb lastig. altijd bij die specifieke boerderij. Ik doe één zo groot mogelijk hap, ja. pakken slok. En wat er overblijft, gooi ik over mijn kop. Ja, ja. En, en, en de spons, uh, denk ik. En de spons doe ja. ik ook in mijn nek. En bij uh, Rotterdam Marathon bijvoorbeeld is wel leuk. Daar zitten sponsjes op het waterbekertje. Ah, dus ja. uh, met, met een inkepingje, Waardoor je dus altijd kan drinken. Want het kletst kletsen niet uit. Ja. En dat wat in de spons kletst, kan je dat anders is, nog in. Het dat is, wel is slim, ja. ja en ik fancy. zag ze in Tokio bij de marathon. Ja, dat dus ze flesjes? Ja, zo. ja. Want dat is natuurlijk die, het befaamde die, shot ja. van die Fransman. Die ja. die hele tafel tuck, tuck, flesjes weg Ik ja, dat was ook uh, in de social media. En, en voor een, de mensen die, een die een dat holding. gemist hebben, ja. de Tokio Marathon. Hoe heette die man? Frant uh, de Morhat Amdouni. Ja, we zien een kopgroep lopen. Ja. En die, uh, er staat een hele Placeerd tafel met kleine ja. flesjes. En de eerste loper pakt netjes het eerste flesje vooraan. Ja. En ja, je moet ook drie keer kijken. Maar wat je dus ziet, is dat hij loopt net iets naar buiten. Hij ja. strekt zijn hand uit. En eigenlijk gedurende die hele tafel tikt hij ja. gewoon een hele rij flesjes Het werd als onsportief gedrag uh, aangemerkt. Doet hij het expres of dus, niet, denk jij? Dus, ik, uh, ik heb hem niet... Nee, volgens mij uh, was het puur per ongeluk. dat is natuurlijk al een spoiler hij... voor de aflevering. Zou hij zijn ja. competitie zo uh, dwars zitten... Ja. Als ze niet zouden kunnen drinken. Ja, nou volgens mij... Uh, ik, ik ga uit van dat hij het gewoon te lastig vond op dat moment om... Om goed te pakken. En daarbij kom ik dan van... Ja, hoe belangrijk was dat drinken daar? Ik zag Abdi en, en anderen heel veel met doekjes, hè? Of sponsen. Die hadden ja. ze bij zich of in hun nek. Dat vond ik een goede strategie. IJsblokjes, hè? Heb ik ook gehoord? Ja, ja. ja. Laten we maar eens even dan dat ja. onderwerp afrafelen. En dan komen we erachter of het nou echt onsportief ja. was, wat die Fransman deed. Nou ja, het begint eigenlijk al echt. Daar heb ik ook een stuk over geschreven, zetten we in de show notes. Uh, ik heb nog een definitievraag: altijd even. Hè? Ja. Wat is het? Uh, je hebt het al over dorst. Oftewel, dat je voelt ik wil drinken. Ja. En je hebt het woord vochtbalans Vocht, gebruikt. Ja. Wat, ja. wat is dat? Ja, dat is een goede vochtbalans, wordt gezien als de hoeveelheid vocht in je lichaam. En ik denk dat 75% zo'n beetje van uh, jouw massa ja. is, is vocht in het water. Zit in de cellen, in ja. je bloed natuurlijk. Ja. Uh, dat is de vochtbalans en daar gaat het om in, ho in hoeverre, hoeveel mag jij verliezen eigenlijk voordat het lichaam echt uh, ja, in nood komt daardoor. Ja, in de problemen, ja. omdat er te weinig vocht is. Ja. En ik heb altijd geleerd, je meet vochtbalans aan de hand van de kleur van je urine, toch? Dat is één, dat is een hele goede. Of mensen gaan op de weegzaal staan. Dat leer je ook vaak, dat ze voor en na een race ja. uh, of voor en na een training. En ja. dan eigenlijk wat je goed moet doen is dan... Bij je weegt de, voor de wedstrijd. Ja, de omstandigheden noteren. Want ja. Ja, je kan je voorstellen dat in een vochtige omstandigheid. of juist een warme dag. je meer uh, gaat verliezen. Meer zweet. Ja. Uh, maar er wordt, uh, 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 dat wordt eigenlijk gezien. Al, toch wel als een redelijk betrouwbare standaard. Nou ja, dan dus maak je sommetje voor en na de wedstrijd. Ja. tel je erbij op wat je gedronken hebt. En dan Klopt. weet je dus hoeveel je aan gewicht is ja. dus water is een kilo. Dus wat uh, nee, doe jij één dat liter wel eens? water is één kilo. Nee, doe ik nooit. Nee. Anders dan dat. En daar hadden wij het uh, of er even over. Ik meet iedere ochtend uh, als, als ik als ik regie ja. over mijn leven heb, probeer ik uh, <laughs> iedere ochtend te wegen. Ja. Uh, dat was rond uh, de Renkumer race zo. En toen zag ik wel dat ik in die dag een kilo lichter ben geworden. Ja. ja. Maar daar heb ik dus niet uitgerekend wat ik daar dan bij gedre gegeten, gedronken, weet ik Ik weet niet wat de hele som is. Ik weet alleen, zaterdagochtend was ik X, ik durf het niet te zeggen. En uh, zondagochtend was ik kilo lichter. X-1. Uh, ja, X-1. Ja, ja. Heel goed. Oké, okay, een kilo. En dat is dan op jouw uh, lichaam: op 24 uur waarin die race zat. Ja. Uh, en ik moet bekennen, toen ik zondagochtend naar de wc ging na het slapen, zo bruin zie ik hem niet vaak. Maar je zit op uh, onder de 2%, hè? La, ja, want uh, jij bent geen, uh, ik, uh, 50, uh, jij bent was, geen 50 kilo. Uh, ik dus, was dat uh, weekend 82 kilo. Uh, dus je nou, sterk nog, ik 1... was zaterdagochtend 82,9 en ik ja. was heel blij om zondagochtend die 81 weer te zien. 1,6 zoiets, denk ik. Ja. Nou ja, je ziet toch heel veel op internet. Uh, ook wel betrouwbare bronnen zie je toch altijd, uh, let op uh, dat je niet meer dan 2% van je lichaamsgewicht verliest. Tijdens een wedstrijd. Ja. Dus dat zou in mijn geval, stel even voor het rekenen: bijvoorbeeld, ik ben 80 kilo, ja. dan ben ik ook liever. Ja. Uh, dan 1,6 kilo ja. mag ik in een race gewoon verliezen. Ja. Is er niks aan de hand. Nee. Wat als ik meer verlies? Ja, dan, dan gaan ze uit van studies die gedaan zijn. Waarbij ze duidelijk laten zien dat als jij meer dan 2% verliest. Dat jou dan prestatie minder wordt. Aha. Maar dan moet ik wel de kant Hoe zijn die studies ja, uitgevoerd? Doe ons eens ja. even een lesje wetenschapsgeschiedenis. En, ik denk dat het goed is om even terug te gaan 1904, St. Louis. Daar heb ik ook een verhaal over geschreven, was ook een marathon bloedje heet. Uh, en er, waren al, er was niet eens een drankpost. Want die organisator, die was in de veronderstelling. En dat was, helemaal, ja, was een uh, iemand die echt wel verstand van zaken leek te hebben. Die zei, ja, atleten moeten niet drinken en eten tijdens een race. Want daar raakt hun maag van streek. En ten tweede, je, tijdens het lopen kun jij geen vocht opnemen. Hmm. Dus dat doen ze maar na afloop. Dus die was heel streng. Die zei eigenlijk, nou, dat doen we niet aan drankposten. Nou, er ging heel veel mis uiteindelijk. Heel weinig mensen finishten. En het is de, de langzaamste marathon ooit geworden. Toch even, er ging heel veel mis. Als ja. je echt uh, te weinig vocht hebt, hoe, hoe val je dan uit? Heatstroke of zo? Ja, maar het lastige daar was, er, ging, er waren andere dingen. Ze, ze, ze liepen op een heel mis. stoffig parcours. Ah, okay. ja. En daar reden dan auto's voor ja. die dat stof een beetje deden opwaaien. Er waren uh, wilde of uh, straathonden. Ja, okay. Er ging veel meer mis dan alleen uh, drinken. De trein kwam geregeld langs moesten het sporen over. Nee, maar een aantal er was veel uitval en er zijn in ieder geval mensen die uh, ja, bloed moesten uh, spugen. Oh. En dat dat denk ik dat dat meer te maken had met gewoon met het stof wat ze naar binnen hadden gewerkt dan. Precies. Nee, maar inderdaad te weinig drinken. Eén daarvan is natuurlijk in de warmte, ja, heatstroke. Kijk, een hitte-stuk. Uh, uh, hitte, ja. En daar hebben we het ook in een aflevering over gehad. Ja, Wij bij sporten, bij hitte. hitte. Ja. ja, daar vocht is heel belangrijk, omdat je uh, zweten is. 19 was dat voor de Zweten is natuurlijk de, de beste manier om uh, eigenlijk uh, je kerntemperatuur niet te veel laten oplopen. En ja. daar gaat het om: je wil je temperatuur. Uh, nou, bij, boven de 40 graden volgens mij, dan gaat het lichaam echt protesteren. Van jongens, nu willen we, we ophouden, een vitale nu stoppen. Processen, ja. Ja. En uh, de beste manier is gewoon uh, zweten, is, uh, zweten en daarna verdamping. Dan raak je gewoon heel veel uh, warmte kwijt. Ja. Ja. Dus die dingen zijn zeker gekoppeld. Uh, maar eigenlijk tot de jaren zeventig bleef het een beetje erin dat idee van: ja, je moet niet uh, drinken tijdens inspanning. Heeft geen zin. Het lichaam kan dat niet, uh, kan niks opnemen. Mm -hmm. En er zijn uh, toptijden gelopen. Uh, de Boston Marathon 1968. Iemand uh, won en die dronk geen druppel. Mm. Uh, nou. En liep hem goed uit en, liep en hem uh, goed uit. leefde nog ja. lang en gelukkig. Ja. Alleen het ging een beetje wel bij de recreanten af en toe mis. Waar mensen echt met een hitte beroerden. En daar zijn uiteindelijk de, de fabrikanten zijn daar wel opgesprongen. De sportdrankenfabrikanten. ...kwam toch wel het inzicht van... ...hé, hey, en dan hebben ze gekeken van... Uh, ...oké, okay, omstandigheden... Uh, ...hoeveel heb je gedronken onderweg... Nou, ...als dat dan weinig was... ...en eventueel gewichtsverlies daar ook nog bij... ...en dan kwamen ze toch uit van... ...hé, hey, dan moet... ...het is wel echt gevaarlijk om niet te drinken... Hm. En daar. Nou, interessant, met name bijvoorbeeld bij recreanten hebben we al vaker ja. vastgesteld. veel sportwetenschap uh, gaat over wedstrijdatleten. maar bijvoorbeeld ook trainingsschema's gaat over wedstrijdatleten. Ja. die een race tussen de twee en de drie uur doen. terwijl ja. een recreant misschien wel tussen de drie en de zes. Ja. uur nou, ze, ja. vijf en een half uur bezig ja. is. Ja. Dus dan komen er natuurlijk ook andere dingen in het spel. Ja, ja en dan loopt er ook nog erheen. Kijk, Gatorade wordt altijd genoemd als de eerste fabrikant. zo'n beetje. En dat heeft te maken met de Gators. Dat is een uh, American voetbalteam ergens in Florida, denk ik. Nou, daar kwam de coach die zei op een gegeven moment: hé hey jongens, uh, mijn pupillen uh, plassen nooit. Mm -hmm. uh, is dat wel goed? En toen kwamen ze achter: ja, we moeten ze drankjes geven, of we moeten ze laten drinken. Maar dat was niet alleen maar water, daar zaten koolhydraten bij, ja. et cetera. Ja. En toen deden die presteren die pupillen die echt wel een stuk beter. Dus van daaruit kwam het idee van, hé, hey, als we Gatorade gaan drinken, ja. nou, en daar zit vocht in, maar er zaten natuurlijk ook veel meer andere dingen. Dus je kan niet echt onderscheiden of dat het vocht was of... Ja, wat je in het begin net al zei. Is ja. het nou Gaat het over voeding of over vocht? Nou, en toen kwam eigenlijk, uh, ja, die, die, die fabrikanten, die, die kwamen gewoon met het motto drinken, drinken, drinken. En uh, al lang en breed voordat je dorst krijgt, want anders gaat het mis. En daarbij inderdaad die, die gouden stelregel, let op, niet meer dan 2% verlies. Want ja, dan uh, gaat de kost van je prestatie. en wie weet wordt het nog erger. En dat liet de studies ook zien, maar gingen ze mensen eigenlijk in een sauna zetten, bewust vocht laten kwijtraken. Mm -hmm. En dan op een fiets zetten. Mm -hmm. En deze in de situatie van 2% uh, liet ze vocht verliezen. En 4% van hun lichaamsgewicht. En inderdaad, uh, bij die 2% kon ze nog redelijk die fietstest afleggen. 4% echt niet meer. Ik moet ik zeggen, als ik over nadenk dat ik 1,6 keer 2, 3,2 kilo vocht zou moeten wegzweten in een sauna. Dan denk ik ook ja. niet dat ik er heel lekker aan nou toe Ja, bent, dat hoor. is het punt: van uh, in hoeverre heb jij zin om een fiets te stappen als je eerst in de sauna hebt gezeten, in je ja. vocht hebt verloren, ja. et cetera. Dus daar heb je ook al een, dus een mentale, al twijfels bij de methodiek. Een mentale component bij. Aan de andere kant heb je namelijk, goed uh, dat je dat noemt, je hebt de, de zweters uh, onder, ook de topatleten, net zoals onder, onder de, de gewone stervelingen. Uh, ben, je, ben jij een beetje een zweter of niet? Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb nooit zo'n meting gehad. Nee. Volgens mij wel. Zeker als ik sport, kan ik goed zweten. Hoeveel vermoed je eigenlijk dat ik, je ja, kwijtraakt? Ja. Nou, ik die metingen zijn ooit gedaan bij... Nou, Salazar is bekend. Natuurlijk uh, in opspraak geraakt vanwege zijn dopingdingetjes. Uh, maar hij was een goede marathonloper destijds. Uh, voor Amerikaanse, uh, Boston, uh, New York won En het uh, unieke aan hem was... Hij kwam altijd redelijk uitgeput echt over de finish. Nou, Boston, uh, daar moest hij na afloop... Zes liter kreeg hij toegediend. Water, uh, of in ieder geval vocht. Vocht, ja. intraveneus. En dan oh. zei ze, omdat ze het vermoeden hadden dat hij uitgedroogd was. Hij, hij was een prominent zweter. Uh, dus toen het erom ging in uh, LA, 1984, moest hij gewoon gaan winnen. Olympische Spelen. Ja, en toen hebben ze een echt een, een vochtstrategie voor hem verzonnen. En ze hebben eerst uitgebreid getest. Toen kwamen ze achter dat hij ongeveer drie, uh, drieënhalve liter per uur... Oh. Zweten. Oké. Okay. Nou, probeer daar maar eens tegenop te drinken Dat en kan helemaal niet. Ja. Het, het, het unieke aan hem was, we zagen ze ook wel in die testen, dat zijn kerntemperatuur, zijn lichaamstemperatuur, niet echt heel veel opliep. Hij leek daar prima mee om te gaan. Maar ze hadden zoiets ja, dit kan niet goed gaan. Dus ze hadden een heel fantastische uh, drankstrategie. Uh, van tevoren een liter moest hij drinken voor die marathon. En tijdens, om de vijf kilometer, 200 milliliter. Als ah, is best wel een bekertje om de vijf mm -hmm. kilometer mm -hmm. en het was tropische temperatuur, net zoals Tokio. Alleen uh, ja, het uh, kwam ja of het daarin lag, weet ik niet. Hij werd gewoon vijftiende, een beetje uh, oh. roemloos, dus de best voorbereide presteer en en eigenlijk de topfavoriet. Het ging heel slecht, dus ja, uh, toen dat gaf een beetje aan van misschien ja, is er wat wat meer aan, want uh, is is het wel de oplossing inderdaad om gewoon heel veel te drinken bij die omstandigheden om daarmee je prestatie goed te houden. Nou, en daar eigenlijk uh, hebben ze in, bij andere topatleten ook gekeken een uh, beetje indirect vaak. Hebben ze gewoon gekeken hoe vaak drinkt nou zo iemand tijdens een marathon van New York, Boston, hebben Berlijn het Dus ze, ze ja. zijn gaan kijken naar toppers en kijken wat die zij dat? drinken. Ja ja ja. ja. En, uh, en dan puur van, en dat bleek gewoon dat uh, sommige atleten, ja, uh, ja, misschien twee keer een drankpost namen en dan vijf seconden snel wat namen. En dan kan je een beetje schatting maken, ja, één slok, twee slokken, hoeveel zit daarin? Ja, ja. Nou, en eigenlijk kwam daaruit van, ja, uh, het is gewoon die toppers, ongeacht hoe hard ze gaan, die halen bij lange na niet. Het, uh, het, de, de hoeveelheid vocht die ze nodig zullen hebben, aangaande van hun, Van die ze 2%. zullen zweten. En ook ja. vooral bij, bij warme temperatuur. Ze kwamen ze bij Doha, volgens mij, Gebre Selassie, Ethiopiër. Nou, je bedoelt het wereldkampioenschap atletiek? Nee, allang de, allang ja, allang maar dat was al in 2009. Ja, 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 ja. Want toen uh, was hij echt, uh, hij liep, uh, hij won. Nou, goede scherpe tijd. En uh, hebben ze na afloop ook zijn... Uh, 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 zijn uh, lichaamsgewicht gemeten. Nou, hij bleek uh, bijna 10% van zijn lichaamsgewicht, 5,7 kilo, te zijn verloren. Zo. En zijn scha de schattingen uit de videobeelden waren inderdaad: ja, hij heeft misschien max een half liter, een liter gedronken. Dit, ja, dit is niet te doen. Dus dat geeft eigenlijk weer aan: die toppers lijken gewoon prima te kunnen doen. Met een gewichtsverlies, eh, vochtverlies van nou wat, wat veel meer is dan die 2%. Ja, en daar is eigenlijk toen nog even, denk ik, hebben we kort ook genoemd: watervergiftiging. Je dus zag in de andere in die, kant ja, van het verhaal. Je zag in die periode. En dan ga je heel ook. heel snel. Dus je eerste tussenconclusie is: Top lopers, top marathonlopers verliezen veel vocht. Niet erg, vullen ze na de race weer ja, aan. Waarschuwing: ze lopen wel maar uh, twee uur. Hè? Ja. Vergeleken bij een recreant, ja. komen ze ja. op. zeg je de andere kant. Heel veel drinken hebben we in die aflevering achter ook wel benoemd. Ja, er ligt ook een serieus risico van watervergiftiging. Omdat inderdaad die, die fabrikanten, met name en de organisatie van Marathon, de, de, het motto uitdroegen: van let op, als je meedoet, goed drinken voordat je dorst krijgt. Eigenlijk, en dus we zetten om de zoveel kilometer, vijf kilometer vaak, zetten we een drankpost. Stop daar alsjeblieft, neem gerust wat te drinken of je, neem zeker wat te drinken. Ja. En daar merkt ze gewoon dat juist de mensen die er lang over deden. ja, ja drinken te veel. Dat uh, uiteindelijk, ja, die, die krijgen dan een beetje bijna dezelfde verschijnselen als bij uitdroging. Dus daar is het in het verleden ook wel eens misgegaan. Dat ze mensen dachten, ah, die moet snel aan het infuus. Maar daar bleek het niet aan te liggen, want dan gingen ze elektrolyten prikken. de natrium, ja, ja, met name. Ja, ja, de, de, ja. een hele wezenlijke. En zag ze, hé, hey, dit natriumgehalte is, is veel te laag. Ja. Die, uh, hij is, en dat nog uh, even voor de mensen die die uitzending gemist hebben en dat niet nu willen gaan luisteren. Ja. Je uh, vocht in je lichaam moet op een bepaald zoutgehalte blijven. En als je heel veel water gaat drinken, ja. met name, raakt die balans verstoord. Dan kan ja, je lichaam precies. niet op tijd genoeg daar genoeg zout aan toevoegen. Ja. Waardoor er ook weer allerlei ja. vitale processen in gaan. Dus gevaar dat komen. is eigenlijk je lichaam. Nou, houd, nou ja, je lichaam heeft eigenlijk uh, een manier. Meerdere manieren gevonden om de vochtbalans in, uh, goed te houden. En een daarvan is gekoppeld eigenlijk aan het uh, zoutgehalte, het natrium. Het meet eigenlijk gewoon de osmolariteit, heet dan de hoeveel zout zit er in mijn bloed. Mm -hmm. En dat, uh, dat gaat op reageren. En dan uh, de nieren spelen daar een rol bij, kunnen ze vocht vasthouden of kwijtraken. Uh, en daarbij een dorstgevoel. Ja. Als er gewoon iets is van hey dat bloed is een beetje te zout aan het worden, dan krijg jij dorst. En daar is het uh, eigenlijk op gestoeld van dat jij dan aan op nou ja, dat gevoel afgaat en dat je nieren daarbij ook een uh... en zweten wordt ook vaak natuurlijk gezegd van ja maar je zweet heel veel zout uit. Het zweten, het, het ja, Dat heb ik wel, had ik trouwens in ja. Renkum ook. Ik gewoon die witte uitslag ja. uitslagen maar uitstaan. Maar nogmaals, uh, het is niet zo dat alles in jouw zweet er net zoveel uh, zout zit als er in je bloed zit. Nee, Bij lange na niet. Dus het hoeft niet echt. Te zijn. Nee. Dus dat is ook wat mensen zeggen Toch dat even checken, aanvullen van het zout is eigenlijk niet nodig omdat het lichaam ja, als jij normaal gewoon goed eet, krijg je al te veel zout eigenlijk ja, je binnen. Je hebt al zout overschot. En je hebt altijd wat zout opslag in ja, onder de huid en op andere uh, plekken. Maar eventueel kan dat altijd ook nog aangevuld worden op die manier. Je hebt gewoon een, een depot. Weet je iets over? Want dat heb ik. Dat is me wel bijgebleven na de laatste keer dat wij het over mm. watervergiftiging hadden en toch wat voorzichtig waren over ja. drink nou maar dat dorst en niet iedere vijf kilometer bij de post. Hoe vaak komt watervergiftiging voor? Ja, want, nou, ik heb want een... het lijkt iets heel exotisch ja. je, wat je nooit ziet. Nou, ik heb toen uh, dat dus met die student in Groningen die daar toen ja. mee is overleden. Maar ik heb. Ik heb wel de show notes. Uh, ik heb er ooit een verhaal ge gehoord van iemand die deed er echt onderzoek naar. Ja, het komt heel veel voor in de ultramarathons, met name. Oh, ja? Maar ook zei hij uh, bij mensen die de Grand Canyon uh, uh, ingaan, uh, of daar zelfs rondwandelen, ja. omdat daar Continu staat, let op bij drinken, warmtun, drinken, 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 drinken. Dus ik, ik kom toch percentages, nou ja, uh, richting maar het 50, is niet zo als als we Rotterdam weer gaan lopen dat daar uh, bij bosjes mensen uitvallen met watervergiftiging. Nee, nee ja, ik denk dat uh, ook wel dat de men daar weer van geleerd heeft. Ja. ik weet niet of de drankposten nog steeds zoveel iedere vijf kilometer. Ja? Ja. Uh, nou ja, en ik moet ook bekennen, vind ik dus ook lastig. Maar we gaan nu, ja, nou laat ja. maar hebben missen we nog belangrijke ja, wetenschap, ik denk Of het kunnen het wel, we langzaam een conclusie gaan het, bouwen? Ging om, ja, dat was de ene kant verhaal. Uh, de, de andere kant was dat de studies, die zijn toen wat grondiger uh, verricht. En die hebben eigenlijk gewoon, dus niet mensen in die sauna zetten. Mm -hmm. Wat die gedaan hebben, is mensen op een fiets zetten. En dan uh, eigenlijk vocht toedienen, intraveneus. Zonder dat. Intraveneus toch even. Ja, een keer. Via, de venen, via, via, via bloed. Als, als, uh, als infuus, hè? Ja. ja. En dan uh, fietstest laten ondergaan en de weet wist gewoon niet hoeveel vocht krijg ik, heb ik gekregen. Mm -hmm. Nou, en daar zagen ze toch dat uh, ja, vanaf zo'n beetje 4, 5 procent het, het, uh, de prestatie te achteruit kort. ging. Ja, als je dus dat, ze hadden warme omstandigheden waarin ze fietsten, dus er werd behoorlijk gezweet. Als je dat dan niet aanvulde 24 infuus of helemaal niet dus, mensen kregen niks. Ja, dan ging het behoorlijk, uh, uh, dan ging het na 5% echt achteruit. Ja. 2% eigenlijk nog niet. En daarnaast hebben ze ook... gewoon Even toch achteruit in een fietstest op wat? Op, op vermogen op, Ja, op uh, prestatie power, op, of uh, uh, inderdaad, dat ze een tijdrit denk ik moeten afleggen op 40 kilometer. Ja. En dan kijken van, hé, hey, als ik dat... Je kan uh, gewoon niet meer zo hard fietsen. Nee, nee. Uh, dat is één. Da Daarnaast hebben ze ook studies gedaan waar mensen eigenlijk uh, zelf mochten drinken op hun dorstgevoel. En mm -hmm. uh, dat vergeleken met wanneer ze extra kregen. En dan zagen ze eigenlijk geen verschil. Ja. Maar wanneer ze bewust de dranken, de drinken inhielden. zei je, ja, je kan wel dorst hebben nu, maar jij krijgt even niks. Dan zagen ze het ook wel achteruit gaan. Precies. Alleen het zit nog steeds dat die prestatie. Net zo goed bleef eigenlijk dan als ze iets meer kregen. Dus eigenlijk voordat ze dorstgevoel, ja, de dorstgevoel. Ja, preventief drankje. Ja. Ja. En er is ook een review die heeft al die studies vergeleken van wat gebeurt er nou als je eigenlijk preventief geeft ten opzichte van afgaand op drinkgevoel. Ja, maakte voor de prestatie niks uit. Dus er ja, lijkt dan eigenlijk kom ik twee... op mijn punt. Hoe ik bijvoorbeeld ja. ook in die Rotterdam Marathons dat heb gedaan. Ja, je komt iedere vijf kilometer zo zo'n post tegen, ja, doe, pak het, doe het toch het maar. maar ja. Want het zal mij overkomen dat ik na 2,5 kilometer dorst krijg ja. en dan moet ik nog 2 kilometer ja. wachten. Ja. Nee, dat dus de, 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 alleen, ja, ik denk nog steeds ik ga wel mijn dorstgevoel veel meer af. En ja. dat had ik in Renkum ook moeten doen, want ja, wat, over wat gebeurde mij? Ja, ik moest een uh, uh, paar kilometer verderop, moest ik echt plassen. Ja. Ja, en dat kost en, nog veel meer tijd. Ja, dus, ja, en dan ga je ook denken: van gaat dit over? Nee, dit gaat, ik moet hiervan af. Dit ja. zit in de weg. Ja, dus ja, toen moest ik even stoppen. Dus toen dacht ik al, ja, wat stom eigenlijk. Waarom moest ik zo nodig? Ik had helemaal ja, je geen. Dacht, dorst. Hier ga ik een aflevering over nou, maken. Nee, precies. <laughs> ik moet had, had gewoon een spons moeten nemen. Ja, ja dus. dus laten we dat dan eens afpellen naar wat zijn dan de tips voor amateurs. Voordat we ja. zo met Guido even gaan zoomen om te vragen wat hij met zijn top of semi-top. doet. Nou, ik ben eigenlijk, eigenlijk wel doet. benieuwd wat zij doen. Ja. En meten ze dat actief ja. en heeft hij een drinkplan? Ja. Dat heeft hij vast. Nu naar jou en mijn wereld als amateur. Kortom, één zeg je, niet zo zenuwachtig worden over uh, eventueel uitdrogen. Want één, dat voel je zo wel weer aan. De, en, en dat lichaamsgewicht dat is nog een andere. Moet ik toch even moet uitleggen? Moet ik het gaan meten? Moet nee. ik, want je vroeg net ja. aan mij, weet jij hoeveel je zweet? Als jij het moet gewoon dit... elke ochtend doet, is ja. dus het prima om dat een beetje op die manier in de gaten te houden. Maar... Uh, het is namelijk niet de perfecte afspiegeling van je vochtverlies. Uh, dat heeft te maken met dat tijdens inspanning jij, uh, je, ja, de, je verbrandt, natuurlijk ja. je glucose. Ja, daar hoop ik eigenlijk op. En daar komt, vet, uh, vet, daar komt CO2 en H2O. Ja. Vrij. En H2O is water. Ja. Dus er wordt ook vocht geproduceerd door je spieren. Dat is okay. een onderdeel van je metabolisme. Ja. En ten tweede, dus er ligt er heel veel vocht in uh, opgeslagen. Uh, dat wordt gebonden door je glycogeen. Ja. Glycogeen is the ja, je koolhydraten, je glucose, je suikervoorraad. Ja. Ja. Dus op het moment dat jij daar aan het, uh, aan, die aan het opeten bent, die voorraad. Ja. ja, daar komt er ook weer wat vocht vrij. Dus de beste manier om echt te kijken naar jouw vochtbalans. Is door middel van radioactief water. Hebben we het volgens mij in de uitzending over die energie. Uh, uh, Energiebalans. Balans over Ja, 25. Maar ja, dit, dat, is, dat zijn wetenschappelijke studies. En dus in die zin is, is gewicht, is. Ja, daar raak vooral niet in paniek als het meer dan 2% is. Even, nee, zeg nee. maar. Dat is, uh, ja, maar ik probeer het nu toch even pragmatisch te maken. Ja. Want, uh, oké, okay, zo'n zo cross-triathlonnetje. Oké, okay, daar, daar, daar wordt. Daar worden Piss niet lauw. Ja. lopen... Wordt al iets belangrijker misschien of spannender. Laat staan een halve of een hele triathlon. Mm -hmm. Daar hoort een voedingsplan bij. Ja. Wat moet ik daar nou inzetten over vocht en water? Is dat dan het inderdaad? Het hangt ook. Ja, kijk, of je moet van tevoren, je moet jezelf donders goed kennen. En dan kan je ondersteunen. En wat moet ik van mezelf kennen? Ja, nee, of jij een prominent zweter bent of niet. Ja. En of ik snel dorst of dat ja. signaal goed doorkomt. Ja of dat goed werkt bij of je, of ik, dat uh, jij in de loop van de tijd na iedere wedstrijd dus hele donkere urine hebt, ja. dat is toch wel een indicatie dat ik misschien dus te je weinig Dus je mag drink. van mij best wel je, je gewicht gaan, maar dan moet je het ook goed doen en dan noteren onder welke uh, wat wat uh, temperatuur is, luchtvochtigheid en dan zijn er best wel op Google allerlei tabellen te om vinden. een soort sw sweat rate ja. voor jezelf van te bepalen. En, en dan voor jezelf, ah, en dan weet je als je dan van tevoren voor die race weet, A, ah, het gaat die en die temperatuur worden, wordt warm. Nou, en dan kan je daar denk ik rekening mee ja. houden. Maar dan is dus het belangrijkste, want hier weet ik van, hier zijn aanbieders van op internet en ja. zo die dit ook voor je doen. Maar dan is de volgende stap dat je dus met die sweat rate niet een voedingsplan maakt wat de vochtbalans op nul houdt. Nee. Maar dat je dus zorgt dat je ook wel toestaat dat je, nou ik zou bijna zeggen, minimaal, maar in ieder geval een procent zeker. of twee ja. zeker wel verliest. Bij 5 procent, dan mag je echt een. Ja, dan ja, is het een probleem. Ja. Maar echt, bo ja, hou niet uh, te strak vast aan die 2 procent. Nee, want dan ben je in feite ja. misschien wel te veel aan het drinken. En raak niet in paniek als je een drankpost mist. Of, oh ja. of als een Fransman ja. voor je neus alles zet. Want dan komen we daarop terug. Omdat Was het nou extra onsportief? <laughs> Ik, 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 In ieder geval ik, niet vanuit competitievervalsing, toch? Nee, het was eigenlijk slim, denk ik. Dat die, want dat is denk ik niet doen? nog licht. een klein puntje wat zelfs uh, onze, de man achter de knoppen op uh, uh, vertelde net. Hier bij ons, ja, Sander. Uh, uh, het gaat toch allemaal om gewicht, lichaamsgewicht ja. voor ja. tijdens het hardlopen of tijdens het fietsen, vooral bergop. Ja. Ja, dat, dat is ook nog een dingetje. Waarom gooien die wielrenners al hun bidonnen uh, weg... op ja, de precies. laatste helling of de laatste kilometers? Dat is een, nog een verhaal van uh, Chris Froome... wat de ronde deed. Zijn dokter heeft dat wel eens verteld. Dat zij bewust aanstuurden op uh, functionele uitdroging. Dehydratatie. En dat ze berekend hadden... ja, als hij hier gewoon... dan uh, uh, ging ze wel op 2% zitten. Als hij 2% namelijk verliest... Bij de voet van Alpe dan is die nou, iets van drie kwart minuut sneller. Boven. Precies, precies. Dus daar, daar zit ook nog iets in van, als jij die drankpost mist en je hebt een beetje dorst... Ga dat positief brengen, denk je. Ah, ik ben een stukje lichter of zo. Ja, exact, In exact. plaats van die paniek ik ben nog van, oh, jee, oh jee, ik heb dorst. Ja, nee, ja, nu gaat het gewoon. Uh, nu ga ik achter en nu, nu ga ik uh, langzamer lopen of fietsen. Helder. Komt goed, wacht tot die volgende drankpost en uh, maak je niet te, te druk daarover. Maak je niet te druk, ga alleen maar meer zweten. Ja, dus dat ja. zijn eigenlijk de praktische lessen en tips hier. En goed te begrijpen waar de wetenschap vandaan komt. Ik zeg, laten we eens even zoomen met Vroemen om dat te goed. kijken wat hij met zijn toppers doet. Jo. We gaan zoomen met zoomen, zoom zoom zoom, vroom vroom. Guido, hey Guido, goedemorgen. Hey, hey, hey goedemorgen. goedemorgen. Leuk dat je er weer bent. We hebben het deze week over de vochtbalans, over zweet en met name natuurlijk over wat moet je nou drinken tijdens een race? Te veel of te weinig? We hebben daar al heel veel wetenschap over gehoord en geleerd dat we daar ons niet zo heel erg druk over moeten maken. We zijn wel benieuwd om van jou eens te leren als jij nou topsporters of semi-topsporters of mensen die tegen topsporters aan zitten begeleidt en dus heel serieus gaat. Hoe, hoe ga jij om met een drinkplan voor de race? en, en hoe, Laten we bij het begin beginnen. Meet jij bijvoorbeeld de, de zweet? Wat, wat, wat is sweat rate op het Ja, de, 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 Het volume aan zweet wat mensen per uur uh, uh, verliezen of produceren. Ja. Ja, ik heb dat wel in de, in de afgelopen maanden wel, um, uh, veel toegepast. En dan uh, was dat vooral bij de warmteacclimatisatie uh, voor Tokio. Bij uh, Anne Terpstra en bij Jetse Plat. He, die, um, die moest ik natuurlijk laten wennen aan die warmte daar, aan het klimaat. Om het zo te zeggen: dat was 30 plus graden. En um, vochtigheidsniveau uh, is daar uh, 70, 80. ...procent of soms nog hoger. En... Um, ...dus die moesten... Uh, ...van mij dan... De, ...in twee weken tijd... Daar, uh, ongeveer, nou, ...ruim twee weken ervoor... Uh, ...elke dag... ...een uur tot 75 minuten... ...in een klimaatkamer... ...op rustig niveau... ...op 70% van hun drempel... Uh, ...inspannen, fietsen dus... ...in deze... Uh, uh. ...en voordat ze dat gingen doen... ...moesten ze zich wegen... Dan hadden ze een bepaalde hoeveelheid drank die ze dan nog tijdens de inspanning nuttigden. En na de inspanning weer wegen. En dan kun je dus uitrekenen: van, nou ja, weet je, als je, um, zoals bij Jetsen bijvoorbeeld, ook in de klimaatkamer in Sittard hebben we getraind. Dan was hij uh, bijvoorbeeld voor de training um, 71 kilo, had hij uh, 75 minuten gereden. Um, toen was hij daarna 70,5 kilo. En um, had hij twee grote bidons en een kleine bidon. Dus dat is in totaal 2 liter vocht opgenomen, uh, binnengekregen. Dus daar kom je uiteindelijk uit op 2,5 liter vochtinname met een halve liter uh, een halve kilo vocht, uh, een halve kilo lichaamsgewichtverlies. Dus drie liter eigenlijk in totaal die die kwijtraakt in die 75 minuten. Dus dus echt. Enorm veel. Dus daar weten we, wist ik dan ook van. Ik denk ja, maar hij moet dus in die situatie blijven drinken. Dit is absurd veel, want dat ga je in normale situaties, als het hier een, nou ja, als je 20 graden is en, en de luchtvochtigheidsniveau is 50-60 hoef je niet zoveel te drinken. Maar dit was, ja, omdat die situatie daar zo is, wisten we daar wel voor dat hij dus heel veel vocht nodig heeft. Dat zijn inderdaad enorme aantallen. Maar, Guido, even ja. checken. We hebben net van uh, Jurk geleerd dat je misschien wel tot 2% lichaamswicht mag verliezen. Wel meer. Of misschien zelfs wel ja. meer. Of probeer je dan toch een, een drinkplan te maken wat, wat, wat op nul uitkomt? Nou, dit is meer zeg maar door de voorbereiding. Ehm. Um... En um, daar probeer je dan van te leren wat er in een wedstrijd nodig is. En dan zou je inderdaad met een wedstrijd daarvoor, dan heb je een bepaalde bandbreedte van, nou ja, weet je, dus dit is wel wat je nodig zou hebben, maximaal. Maar dan kun je dus nou ook wel iets met minder. Maar als je er op de helft gaat zitten van wat je zou nodig moeten hebben, dan ga je, dan ga je waarschijnlijk problemen krijgen als je een wedstrijd hebt die een uur of langer duurt. En als we het hebben over bijvoorbeeld cross-country. Uh, mountainbiken, zoals wat Anne Terpstra doet, dan is het anderhalf uur koers. Dan moet je toch blijven drinken. En dan kun je niet een te groot tekort op gaan bouwen, want dan gaat het op een gegeven moment fout. Aha, want er zijn waarschijnlijk ook mountainbike-wedstrijden waar zij niks hoeven te drinken. Klopt dat in die anderhalf uur? Want het ah. lijkt me best wel lastig om, uh, om, ja, om ergens een plekje op het parcours te vinden waar je even die bidon pakt. Ja, die hoef je niet te vinden, want die wordt meestal zeg maar, door de organisatie. Heb je. Uh, plekken waar je bidon kunt aannemen. Um, en daar rijden ze langs. En daar zie je ook vaak tijdens die wedstrijd, dan drinken ze daar even, hè. soms drinken ze gewoon heel snel in die, in die uh, pitstop daar. Dan dreepakken ze een bidon, drinken ze even heel snel, knijpen ze zo'n halve fles leeg, en eigenlijk gooien ze hem daarna vaak alweer weg. Want dan hoef je die al niet meer mee te nemen. Want je hebt toch bijna geen... Je hebt toch bijna geen mogelijkheid om te drinken onderweg als het heel lastig parcours is. Dus dan is eigenlijk per ronde eigenlijk één moment. Er valt eigenlijk niet tegenaan te drinken. Hè? In Tokio, zeg maar, dat, dat gewichtsverlies door zweten. Maar ja. heb je bijvoorbeeld bij Jetsen een, uiteindelijk een idee hoeveel hij gedronken heeft tijdens een triathlon? Wordt dat, uh, dat houdt hij goed bij, denk ik. Of dat wordt ergens wel. Ja, uh... tijdens de wedstrijd. Ik weet niet of je hem, als je hem gezien hebt, dan kon je dat zien. Ja. Um... In zijn handbike, achter zijn hoofd, achter zich zit een grote bidon. Ja. En daar zag je in de stukken dat hij dus naar beneden gaat, dan, hoeft hij, ja, dan kan hij net zo goed niet trappen, dan, hoeft hij, dan gaat hij al zo hard, pakt hij altijd de bidon en drinkt hij een deel. En dat waren vier rondes, dus hij heeft op die vier momenten, en waarschijnlijk nog misschien wel ergens, pakte hij steeds zijn drinken. Dus dat zijn gewoon, ja, dat weet hij van tevoren. Hij heeft parcours verkend. Daar en daar kan ik drinken, dus daar pak ik steeds die bidon en kan ik zonder dat ik um, um, uh, snelheid verlies gewoon daar makkelijk drinken. Ja, precies. Dat is net een verschil tussen ja. Gerrit en ik. Gerrit doet het ook zo en ik ga op dorstgevoel af, maar dat is een beetje onhandig als je dan net in een afdaling zit. Ja, als, als je, je dorst ergens. krijgt op ja. het moment dat het niet past of dat er geen waterpost ja, is absoluut. natuurlijk. Hè? Ja, klopt. Tot slot, ja. jij zegt dus eigenlijk vocht hartstikke belangrijk. Ik heb zeker bij mijn topatleten die de hitte ingingen dat uh, nauwkeurige Twee weken lang en een gevoel bij gekregen. Uh, we komen er ook een beetje achter lijkt de conclusie van deze aflevering zijn. Dat is echt niet interessant en relevant voor iedereen. Uh, waar ligt wat jou betreft een beetje de grens? Is er nou bij welke atleten ga je wel of niet kijken? Is dat puur raceomstandigheden hitte? Of is er een andere reden waarom je eventueel op een gegeven moment de dus zweet ratio in kaart gaat brengen? Ja, zeker de hitte. Weet je, als, het, als ik weet dat iemand. Ik noem al, hè, als je, we, we hebben ook uh, mensen die toch wel uh, naar Hawaii dan nog gaan. En um, Hawaii is het, de wedstrijd uh, kan het 40 graden zijn. En is het ook heel, om, heel uh, zware omstandigheden, zeker qua vochtverlies. En dat heb je op andere plekken kan dat ook zo zijn. Um, als ik weet van tevoren dat die wedstrijd heel warm wordt, dan geef ik wel extra instructies. En daarover denk ja, ik, ja, je moet wel zoveel koolhydraten innemen, maar zorg er ook voor dat je vocht inname. Boven een bepaald niveau blijft per uur. Zorg ervoor dat je dus bijvoorbeeld een grote bidon per uur erin krijgt. Want anders gaat dat op een gegeven moment ga je een tekort opbouwen. wat, nou ja, na vijf uur fietsen. Wel, wel lastig kan gaan worden. om dat nog eh, bij te kunnen drinken. Ja. En dat, dat bepaalde niveau. Ja, dus, dat, stem je dat, dus dat, af aan de hand van zo'n ja. zweetratioanalyse, zeg maar. Ja, ja, kijk, als iemand. Altijd bij lange afstanden op een gegeven moment last krijgt van nou ja, krampverschijnselen, kan ook door vochttekort komen. Hè. Dan is het heel simpel om daar wat aan te doen en zorgen dus dat je gewoon eens meer gaat drinken. Eh, om te, en dan kijken of het dan nog steeds dezelfde problemen gaat geven, zonder dat je heel moeilijk gaat doen met allemaal metingen en zo. Dan ga dan maar eens gewoon veel meer drinken van wat je normaal doet. Ja, ja. Ja, slimme tip. Het is eigenlijk een hoop boerenverstand. Ja. Maar uh, ja. wat we vooral leren hier is dat het boerenverstand uh, een beetje in de verkeerde richting geduwd is. Hè? Je mag dus iets meer vertrouwen ja. op je dorstgevoel. Precies. En niet, uh, niet, niet internet Absoluut. of ja, die, ja, dat klopt. die motto's van uh, drinken, drinken, op tijd drinken. Want uh, owe, als je dorst krijgt, dan ben je te laat. Of die 2% ja. max. Dat zijn allemaal een beetje ja Dat uh, ja, is de kant, hè? Nou ja, precies. Weet je, dat is veel gevaarlijker dan te weinig drinken, natuurlijk. En mensen die, die knopen zich in hun oren. En die zijn, hè, dat zijn dan mensen die dan toch niet zo snel zijn. En die over een hele triathlon bijvoorbeeld wel 15 uur doen of 16 uur doen. Die denken alleen maar: ik moet blijven drinken. Ik moet blijven drinken. En ik moet wel minimaal uh, een liter per uur erin gooien. Dus bij het lopen bijvoorbeeld, elke uh, stop, gooi je maar een bekertje erin. Gooi maar een bekertje. Die zijn zwaarder aan de. Die worden steeds zwaarder. Nee, die hebben veel te veel vocht intake. En dat is veel gevaarlijker, want dan krijg je een hyponatriëmie. zoals ze dat noemen. En dat is gevaarlijker dan uitdroging. Ja. Ik ken atleten die onderweg moeten gaan plassen omdat ja. ze zoveel drinken. Kijk, dat is ook, dat is ook niet Ja, al. dan weet dat je ook niet. wel, als je dat de hele tijd moet. Dan hoef je niet zo heel veel meer te gaan drinken. Hè? Da dank je, Guido. Dus de hele aanleiding Boodschap... van deze aflevering. Boodschap is helder. Nou. Helemaal goed, dank je wel. Volgens mij hebben we een mooie, mooie aflevering weer bij elkaar. Ik, uh, ik ga nog één keer het bekende uh, einde erin gooien. Als jij nou vragen hebt, opmerkingen, aanvullingen over uh, drinken. en dan hebben we het met name over vocht tijdens wedstrijden. dan kun je ons op een aantal manieren bereiken. Dat kan via Twitter en Instagram. De slimmerpodcast zijn we daar. Vinden we leuk als je onze afleveringen retweet of deelt of uh, reageert... Uh, of de stories op jouw eigen Instagram-profiel zet. Je kan ook uh, de link delen natuurlijk naar de website www.slimmerpodcast.nl... en dan even via het menu doorklikken naar de aflevering van vandaag. En dan kan je die specifieke aflevering doorsturen aan alle mensen... die ook wel eens wat willen drinken of juist niet tijdens een wedstrijd. En tot slot kan je ons ook mailen via post at slimmerpodcast.nl. Dan zijn we er weer. Het ja. was weer een mooie aflevering. Dankjewel, Guido. Dank je, Jo. Ja, graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week.